Welkom bij een nieuwe video! Kijk eens wat hier staat. Vers gekookte pasta. Amai. Voor jou en voor Moos. Want er is een nieuwe keuken. Er is gekookt in de nieuwe keuken. En hoe dat allemaal zit, dat ga je allemaal zien in deze nieuwe vlog. Want dit is de vlog met de nieuwe keuken! Yay! Oh, we zijn zo blij. Niet normaal. Yes, veel kijkplezier! Piep! De laatste keer een keuken zonder keuken eigenlijk. Vandaag is de dag dat de monteur aan de slag gaat met het installeren van onze droomkeuken. Natuurlijk een tijdje geleden heb ik een keuze gemaakt met kleuren en zo. Dus ik ben echt super benieuwd hoe het er straks weer uitkomt uit die dozen. Er is al zoveel gebeurd. Niet normaal. Dit wordt de soort van wel grote onthulling nu. Omdat er al zoveel staat dat je echt wel een heel duidelijk beeld gaat krijgen hoe de keuken gaat zijn. Want dat is echt bizar, ja. Dit is onze keuken! Ja, we gaan nog niet te veel in detail, maar dit is echt... Ja, nee, de details komen morgen wel, maar dit gedeelte staat al helemaal. Hier staat inmiddels het eiland, althans het soort van eiland. We gaan hem nog een klein beetje schuiven, want dit is natuurlijk het moment om de positie helemaal te bepalen, et cetera. Ondertussen wordt er ook alweer druk geklust in het kantoortje, dus we zitten er nog lekker volle bak in. Mega koelkast, mega vriezer, ik ga het je allemaal laten zien, maar jongens, wat ben ik blij! Oh, het is zo cool. Niet normaal. Nou ja, het gaat in één dag niet lukken. Dus ik ga vandaag nog ietsje doen en dan morgen waarschijnlijk verder. Ja, dus het is nog heel eventjes afwachten. Maar zo meteen, jongens, is het gewoon allemaal klaar. Oh, zo gaaf. Want daar de open staan de deur en dan komt daar de tafel. Ik ben zo blij, ik ben zo blij. Het is zo mooi. Dus ik heb er zoveel slapeloze nachten van gehad. Of ik het allemaal nog wel mooi vond qua kleur en zo. Maar het is gewoon helemaal perfect. Het is echt heel mooi. Dus even een kleine break van onze keukenverbouwing. Want we zijn uitgenodigd door Disney om naar Nomadland te gaan. Ja, wij mogen een film kijken en geheel in ons bekende stijl in een campertje. In een camper! We hebben dit keer niet ons eigen camper mee, maar we slapen in dit campertje. Super relaxed. En kijk dan, we hebben hier gewoon ons eigen filmkijkbankje. De lounge, hoe noemen we dat ook weer? De lounge. Zo'n lodge. Is dat een lodge? Een love lodge, ik weet het niet. Kijk nou, met allemaal lekkers erbij. Bankje en heater, ook niet veel overbodig. En check die verticale trampoline. Oh. Dat ding is echt groot. Oh, siep, maar we zijn echt de lucky. Ja, het is wel heel leuk. En die Bas. Film is dat Nomadland. Ik heb een trailer gezien. En het gaat natuurlijk over dat zo'n vrouw op pad is. Mm-hmm. Meer weet ik eigenlijk ook niet zoveel. Dus daarom in stijl in een busje. Ja, ik vind het zo te gek. Maar ook die kleden en zo. Kijk nou. Liefie, dit is echt gewoon tijdens alles verbouwen. Echt date night. Plus, plus, plus. Ja, daar hebben we echt zin in. Ja, Wat de grappige is trouwens, want we wisten natuurlijk, het is niet super warm. Nee. En we dachten, zullen we maar gewoon meenemen? We hebben gewoon ons eigen kacheltje meegenomen. Zit er wel een stopcontact in dat busje? Dat weet ik niet. Nee, we hebben wel een kacheltje mee, maar we moeten natuurlijk wel ergens kunnen aansluiten. Hé, waar zit een kachel in? Er zit een kachtje in. Kijk nou. Wow, ze hebben echt wel een elektrisch kachtje in gedaan, joh. Wow. Nee, maar sowieso was wel goed nagedacht. Dat hebben we best wel goed gedaan. Ja, vind ik ook. Ja, maar ik moet nog steeds wel een plug vinden, want er staat er wel een kachel, maar... Oh, daarachter. Oh ja. Nee, maar zoals, net zoals in een hotel, moet je even een sprong maken op het bed. Nee. Doe het. Let me. Nee, oké. We zitten inmiddels op ons veel te gezellige bankje. Ja, dat is echt knus, hè? Ja, en we hebben ons voorgerecht gekregen. Het is... Oelala. Een burrata. En met tomata. En anchovies. Oeh, lekker. Nou, ik ben benieuwd. Gaan ze ook gelijk een film zetten? Nee, wil je lekker eten? Wees lekker eten. Oké. Wat heb je voor lekkers? Het is een keuken de piep. Keuken de piep. Ja, maar dit is wel chill. Nu we zelf dus niet gewoon thuis kunnen koken, kunnen we hier gewoon wel heel lekker eten. We hebben weer goed bekeken. Ja, dat is benieuwd. Het ziet er echt heel lekker uit. Een olijfje erbij. Oh, mocht nog niet. De chef is nog niet langs geweest. Veel begint is begonnen. Het is toch niet normaal hoe leuk dit is. Kijk daar, een heatertje. Daar staan biertjes klaar. Maar die kun je dan weer kijken op Disney. Kijk. Welkom in het busje. Hallo. Even mijn jas uit doen. Ik ben echt blij dat we een camper hebben. Zelf.
Ja, dit was wel een beetje problematisch voor mijn twee kinderen. Nee, dat kan wel, maar het is wel een heel krap busje. Ja, ook, en het is niet ons busje. Nee, dat is ook. Maar de film was mooi, toch? Ja. Hij is heel mooi gemaakt, maar het is niet per se een heel, heel blij verhaal. Dus als je verwacht dat je een soort naar Happy Camper gaat kijken, dan zit je helemaal verkeerd. Nee, precies. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt. Dus het is in ieder geval heel tof. Kijk, wij leven in een busje voor vakantie. Die mevrouw leefde in een bus. Voor het leven. Voor het leven. Ja, wij gaan in bed proberen gaan slapen. Ja. Morgen weer vroeg op proberen te gaan. Ja, morgenochtend dan is er koffie en broodjes. Koffie en dan piepen de bandjes. Ja, kijk hoe het met de keuken gaat. Zo. Adios. Ik heb mijn palmboom weer in, dus ik ben klaar voor de nacht. Ga je dat aan nu? Nee, maar ik heb wel helemaal een outfit hieronder die ik gewoon aan kan houden als pyjama. Oké, cool. Dan zijn we klaar. Goedemorgen, Siep. Goedemorgen. Waar ben je? Oh, daar, man. Hoe heb je geslapen als nomad? Ja, goed. Ja, hè? Ja, wel een knijterhard bedje. Wel een heel hard bedje. Ja. Maar wel heel lekker geslapen. Ja. En nu is het zojuist dit aankomen. Kijk, ik heb een geheime boodschap op het raam geschreven. Hey, fok. Koffie. Oh. Met een hartje en de hoop dat ze begrijpen. Want daar staat een koffiewagentje. Dus Siep, ik ga eruit. Ja, ik kan die verleiding niet doorstaan als er zulke goede koffie voor de deur staat. Dus ik ga mezelf even uit deze wagen vouwen. En hier liggen we en daar moet ik naartoe. Dan ga ik een bakje koffie scoren. En de koffie wordt geserveerd. Kijk nou. Het is toch wel idyllisch wakker worden hoor. Ja hè? Ja. Ja. Zon, vogeltjes, verse koffie. Oh, en ook nog hier allemaal lekker croissantjes, yoghurtjes. Smaakt me goed. Smaakt goed hè? Ja. Kijk, en mooi zie je ze ook. Je hebt vannacht in dat busje geslapen. Heerlijk. En Co. Yo. Hallo. Waar hebben jullie geslapen? Ja, goed. Een zesje. Die hadden dat busje waar we vannacht de live van op hebben gezet. En die maakte inderdaad herrie, die klapperde. Oh, die klapperde. Dat was het ook. Ja, dat is toch net als een schip dat slaapt. Ja, precies. Oh, maar we hebben wel geluk jongens met het weertje. Gewoon een wijntje. Heerlijk. Het gaat zo snel. Het wordt zo mooi. Kijk nou. We hebben gewoon een gouden wasbak. Ja, wat je hier ook ingooit, verandert in goud. Alles wordt goud wat hierin gaat. Hij is echt goud. Gaaf. En dan wordt dit een marmer zo. Een dikke blad. En dit is de kraan. Ook goud. Oi, 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 oi. Ja, echt bizar. Zo'n verandering. Zo'n verandering. Echt niet normaal. Maar echt, tot nu toe gewoon blij met elke tijd dat ik zie dat ik denk, nou, dit is ook gewoon weer zo mooi uitgepakt. Want elke keer maak je toch een beetje zorgen. Je kiest iets uit, gewoon op beeld. En je krijgt natuurlijk gewoon een 3D-render te zien. En met die bril op liepen we dan al wel door deze ruimte heen. En dan hadden we echt iets van, ja, dit wordt vet. Maar ja, op den duur zie je natuurlijk dat al een paar weken niet meer. Dan is het in bestelling en dan wordt het hier gebracht in dozen. En dan ineens ga je echt weer twijfelen. Dan denk je, is het wel echt tof? Past het wel bij het huis? Is het wel precies wat ik wil? En nu zie ik het en dan denk ik gewoon, het is gewoon nog vetter dan wat ik wil. Het is gewoon zo gaaf. Ik vind het echt niet normaal. Dit is gewoon ons keuken straks. Dit is gewoon waar ik dan elke dag mag koken. Dus helemaal niet van een ander of niet iets in de showroom waar ik binnenkom en denk, wow, dat schaal, dat wil ik niet. Dat staat toch gewoon in mijn eigen huis. Elke ochtend kom ik hier gewoon beneden. En dan is dit het gewoon. Zo tof. Echt blij, Siep. Ja, echt mooi, hè? Ja, hè? Deze wand ook, hè? Inleg zo dit. Ja, dat gouden, die gouden details, hè? En die koelkast. De bierkast. Toch? Nee. Oh. Maar zoveel ruimer dan wat we nu hebben, omdat hij dus zo slank is in, qua model, zeg maar. Deze bakken, et cetera, zijn allemaal heel erg slank. Waardoor het dus heel erg veel ruimte heeft aan de binnenkant. Want ik zal het je even laten zien, de koelkast die we nu hebben. Durf ik dat te laten zien? Dat is wel een wende. Ik ga het toch even laten zien. Die is dus heel dik, alles wat erin zit, zeg maar. Waardoor je dus een enorm op het oog groot koelkast hebt. Waardoor al die plastic bakken... Zo, heel weinig ruimte eigenlijk. Het is zo meteen, jongens.
kan ik helemaal los. Kan ik allemaal lekkere dingetjes in de koelkast. Ik vind het echt bijna een droom gewoon dat ik straks aan deze keuken gewoon mag koken. Schof los, Divi. Super tof. Oh, en dan wel een belangrijke vraag. Wat is het eerste wat we gaan koken? Ah ja. Als die straks helemaal klaar is. Ja, als ik een idee mag opgooien. Ja? Ik zeg knakworstjes. Een broodje knakworst. Nee, serieus. Wat zou je als eerst willen eten? Ja, geen idee. Ja, je kan ook zoveel met die oven straks. Ja, hè? Waar ik nog niet zoveel weet van, hè? Ja, bizar. Ja, het wordt wel even wennen, want de stoomovens, dat moeten we echt gaan leren. Koken de stoomoven. En we hebben straks inductie. Dus dat zal ook weer eventjes wennen worden. Dus we moeten niet, zeg maar, inzetten op een lamsrack met allemaal moeilijke dingen. Gewoon misschien wel iets, gewoon een lekker pastaatje, maar dan wel een hele goeie bijvoorbeeld. Ja. Gewoon iets simpel, maar safe. Dat je wel, zeg maar, gelijk ook wel het op kan eten. En niet dat het allemaal verpietert in de prullenbak. Ja, fouten maken is niet echt zo. Ja, maar niet bij je eerste maaltje. Oh, ja. Nee, ik wil wel gelijk goed eten dan. Ik ga wel even nadenken over wat lekker. En we zijn weer een stapje dichterbij. Kom kijken. Hier staan de dozen. En dat zijn er echt nog maar heel weinig. Want de rest zit allemaal al op en in de keuken. Niet normaal. Hier is de kookplaat. Met dan een afzuigsysteem. De wasbak, de gouden kraan. En hier de bar. Gewoon onze eigen bar in huis. Alles wordt nu afgesteld, vastgeschroefd, vastgelijmd, vastgemaakt. En dan straks mogen alle folies eraf en dan is het gewoon zover. Zo mooi. We leven nog steeds hier een beetje tussen alle zeilen en dingetjes en het stof. Omdat ons kantoortje ondertussen ook nog steeds wordt afgetimmerd. Ja, en je ziet hier echt een enorme koortsblaar. Super fijn. Eventjes in de rust komen. Dan word ik eigenlijk altijd een beetje ziek. Even geen kindjes, goed slapen. Dan komt dat er op alle manieren uit. Nou, koortsblaar, pukkels, alles. Heel gezellig. Maar ondertussen wordt dit kantoor natuurlijk ook nog verder getimmerd. We zijn nu bezig met het plafonnetje, het dak. Ik ga het eventjes goed laten zien. Nou, hier, dit had je gezien. Dat raam, dat is hier ingezet. Maar kijk, inmiddels zijn ze echt bezig met de afwerking. Bijvoorbeeld die wand is dus al helemaal geïsoleerd. En zitten de eerste gipsplaatjes dus al voor. Dus ik krijg wel een beetje beeld hoe het straks wordt. En het dak zijn ze, zeg maar, alle oude balken aan het vervangen. Zodat het zometeen weer veel steviger wordt. Isoleren. En daar komen dan ook weer van die platen tussen. En dan zie je straks nog wel een heel klein randje balk. Zodat je nog wel een beetje dat leuke oude krijgt, zeg maar. En deze paal die hier in het midden staat, die had eigenlijk vrij weinig functie. Maar hield het dak wel een klein beetje omhoog. Dus helemaal weghalen was niet zo heel erg handig. Dan had het dak er niet heel veel last van gehad, maar misschien weer wel. Dat wisten ze niet zo goed. Dus daarom zijn ze dit helemaal opnieuw aan het, eigenlijk aan het verstevigen. Zodat die paal dan straks weg kan. Want ja, die is vet irritant en die staat daar een beetje in de weg. Daardoor moet je er altijd een beetje omheen werken. Dus hier zijn ze elke keer beetje bij beetje verder aan het gaan. En het wordt steeds mooier. Dus ik ben echt onwijs blij dat ze dat doen. Oh, deze deur is dicht. En de keuken. Ja, ik bewaar nog eventjes de kan en reveal. Ik ga eerst even boodschappen doen. Dat kunnen we namelijk gelijk lekker eten in de keuken. Ja, dus je mag een klein stukje zien. Heel klein stukje. Heel klein stukje. Ah. Ja, ik ga eerst even lekker boodschapje halen. Gewoon even zalm, een roereitje, gewoon vers fruit. Kan ik een smoothie maken. Eventjes gewoon dik vet verwennen. En dan gaan we meteen lekker ontbijten in onze nieuwe keuken. Het is zo cool, het is zo cool, het is zo cool. Livie, het is zover. Ik heb boodschappen gehaald en ik ga gewoon voor de eerste keer iets lekkers maken in de keuken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ex-Benedict, zoiets? Nou. Oh, komt in de buurt, okay. Komt in de buurt. Ik dacht, ik leg de lat gelijk super. Maar... Oké. Komt niet helemaal in de buurt. Oh. Maar ik heb wel wat lekkers gehaald. Daar liggen de boodschappen. Lekker, zo op de grond. En hier, jongens, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Gaat het allemaal gebeuren? Nu wil je natuurlijk zo'n super mooi review filmpje van de keuken maken. Maar het is natuurlijk nu best wel een bende omdat al die dozen en zo weer terug moeten. Dus ja, je hebt ook die spullen nodig. Ja, dat duurt moet even terug, ja. Maar wil jij even als kleine rondleiding geven door de keuken? Dan ga ik beginnen. Ja, nee, kijk, er is natuurlijk veel wat aangepast moet worden en toegevoegd moet worden. Zoals licht. Daar is. Er moet gestukt worden. En er moet nog een vloer bij. Je hebt zeg maar twee dingen. Je hebt keuken als in een totaal pakket van de ruimte. Dat is nog lang niet klaar. En je hebt keuken. En die keuken die is dan wel heel makkelijk. Ja, zeker. Ja. Oké. Nou, we beginnen. Oké, we beginnen met een heel mooi kookblad. Hoe noem je dat nu? Fornuis.
Voor een huis. Voor een huis. Voor een huis. Ja, kookpot. Een barretje. En dan komen hier dan twee krukjes en een barretje. Onderlangs allemaal lades en planken. Vooral lades, want dat is handiger. Een mooie gouden gootsteen met een mooie gouden kraan. Lekker volgestekt. Dat was voor jou de must-have, hè? Dit is toch fantastisch. Dat was de must-have van jou, ja. Hij is zo mooi. We hebben nog geen warm water, maar dat is een probleem voor later. We hebben wel gewoon water. Ja. Oh, en we hebben op last minute nog bedacht van ja, oh ja, er moet ergens stroom. Dus hier zitten drie stopcontacten in. Ja. Dan komen we hier, dat is de koelkast, de grande koelkast. Zo, een iets slanker, slimmer model dan we eerst hadden, die Amerikaan. Dat nu ook. Oh ja, oh, ga je het nu aftrekken? Ja. Oh jee, dan is het officieel. Dan is het helemaal officieel. Dat wilden we zelf doen. We wilden de manier van de keuken doen, dat wil ik zelf doen. Ik wil hem helemaal uitpakken. Wow! Oké, succes ermee. Ben je verder? Ja, ook. Kijk, je ziet wel de kleur veel mooier. Kijk, dit is de echte kleur. Zonder die gekke glimmende plastic laag eroverheen. Zo mooi. Ja, bizar, hè? Het is echt zo'n soort... Indian red. Indian red. Ja, zo heet de kleur, ja. Ja, het is echt heel tof. En het is een soort... ja, heel mat ook. Het is niet heel glanzend. Nee. Niet schreeuwerig. Mooi oven. Ping! Oh, die was aan het opwarmen. Hij is aan het opwarmen, ja. Echt super tof ding volgens mij. Hij maakt zichzelf ook schoon. Een vriezer. Dit is mijn grootste droom in de keuken. Een apothekerskast. Oh, dit wilde ik zo graag. En dit is onder andere waarom het hele model van tekenen niet doorging op die wand. Want er was dus geen ruimte voor de apothekerskast. En die wilde ik absoluut niet inleveren. Want dit is echt mijn droomkast. Zo chill. Er kan zoveel in. Heb ik echt helemaal blij. Ja. Dan hier lades. Dit is de koffiebar. Dit is nog een beetje een rondje, maar dit wordt de koffiebar. Bestekla. Dingetjes. Chill. Oh ja, die lades, joh. Dit. Tadaa! Ja, hoor. Kijk nou. Koffie maken in donker. Koffiebar gewoon uitgelicht. En hier nog mooie kasten. Ja, dat is echt bizar, hè? Ik ben zo blij. Ja, en dan zit, en dan zit hier de vaatwasser in het midden. Ja, hier zo. Ja. Die is ook net klaar, zeker. Hij is net klaar, hè? Ja. Ja. Helemaal mooi. Oh jongens, wat een droomkeuken. Ja, echt, hè? Normaal. En kijk eens, kom eens. Maar Loes van Superkeuken, die heeft ons natuurlijk helemaal geholpen en geadviseerd. Die heeft dus ook op allemaal van die details gelet. Waarvan ik dat, weet je, dat kan je niet verzinnen. Omdat je zelf nooit een keuken in elkaar hebt gezet of bij elkaar gezocht. Dus dan weet je dat niet. Maar zij heeft daar dan gewoon over nagedacht. Dan heeft ze bijvoorbeeld dit plintje, wat hier dan zit, niet wit gedaan. Maar gewoon weer die houtloop die dan ook op die kastjes zit. Zodat als je dus je deurtje dicht doet, dat je hier tussen dan ook gewoon weer dat mooie hout hebt. Dus gewoon de afwerking en alles, het klopt gewoon allemaal. Ik ben echt over zoveel dingen gewoon helemaal verbaasd dat ik denk, oh, daar heeft ze toen inderdaad wel iets over gezegd. Dat toen zeiden wij, ja, oké, weet je wel, weten wij veel. Maar dan zie je dat nu allemaal bij elkaar komen. Dan denk je echt, wow, zo goed over nagedacht. Ja, en zoals elk project betaamt, is dat de plinten al het laatst komen. Die ligt er nog niet onder, die moeten nog op maat gemaakt worden. Ja. Want ja, er komt natuurlijk nog een vloer bovenop. Dat is ongeveer 0,5 centimeter tot 1 centimeter, denk ik. Ja, dus hij wilde ze nu al wel gaan zagen. En zei hij dan, zaag ik ze dan nog een keer terug. Nou ja, dat is toch misschien wel een beetje een onzin klus als je dat dan 2 keer moet doen. Dus we komen dan maar later terug. Ja, dus hij staat gewoon op pootjes. Maar hij is zo mooi. Ik kwam vanmorgen beneden. Ik dacht echt, is dit onze keuken? Mag ik hier vandaag wel altijd koken? Ja, het is echt super. Ja, het is zo cool. Als je dan hier zo vanuit hier binnenkomt, dan heb je een eiland en dan komt hier de tafel er tegenaan. Of hier tegen de muur zo. Ja, dat is gewoon... Helemaal te gek. Ja, echt helemaal zoals ze wilden. Ja. Dat is echt top. Ja. Echt super mooi. Kunnen iedereen aanraden om naar Marloes te gaan van Superkeukens. Maar als de oude Superkeukens allemaal zo goed zijn, dan kun je gewoon random naar elke gaan. En zij werkt bij Krukulukus. Hoe heet het daar ook alweer? Werkt bij? Krukjes. Dat is een dorp, toch? Denk ik, dat weet ik niet. Ja, dat is zo raar, ik heb nog nooit van gehoord. Ligt bij Haarlem. In ieder geval, daar werkt Marloes. En die heeft dus gezorgd dat het tot in detail klopt. Die bar toch ook, dat is toch niet normaal. Ja, dat is zo tof. Er gaat nog een hele grande review komen, zoals Sas zou zeggen, een grande review. Dat zeg ik al. Ja, jij zegt wel een grande review. Maar dat gaat nog komen, want dan is echt alles af. Alles af. Ook alles. Het gipswerk daar en zo, nou. Ja, maar voor nu jongens hebben we gewoon een keuken. Je wilt niet weten hoe gelukkig en blij ik ben. Ja, je wil niet weten hoeveel zin ik heb in een ontbijtje uit deze keuken. Sorry, ik ben al bezig. Oké, dames en heren, ik denk dat het zover is. We zijn nu 1,5 uur verder. Nee, dat ga ik niet zeggen, want dat is heel lullig. Het is wel waar. Ja, het is echt 1,5 uur. Ik denk wel 2 uur. Serieus.
Alles heeft een soort learning curve. Hè? Alles moet even geleerd worden hier. Mijn Sas heeft een lunch / ontbijt / avonddiner. Yay! Ja, het duurde echt een beetje lang, maar ik moet alles een beetje uitvinden. Over hoe de oven werkt en hoe de gasfornuis werkt. En, nee, het is dus maar geen kortom, gas. Wat heb je hier liggen? Nou ja, ja dus ik had dus ook leuke pannenkoeken. Ik had een hele shebang verzonnen. Ja, maar dat film maar niet. Anyways, ik heb een heel lekker vers sappie. Dat dan weer lekker wel. Met allemaal verse dingetjes erin en gember en zo. Lekker broodje, zalm, ei en aardbeien. Je doet het er maar mee. Dan ga ik ondertussen even de instructieboekjes lezen. Oh, ik heb wel zin. En bordjes en mes en vork? Zo, je bent toch gewoon gewend dat je nu gewoon zo eet? Dat doe je nu al 3 weken. De kindjes zijn weer thuis. Moosje is weer thuis. Hiep, hiep, hoi, hiep, hoi. Yay! Nou, je hoort het al op de achtergrond. Filmpje aan het kijken. Jeppie is een filmpje aan het kijken. En de troep in de kamer. Het is weer compleet. En Jeppie, Jeppie is ook weer thuis. Jeppie, was het leuk bij opa en oma? Ja. Ja. Ja, echt. Je hebt het zo naar zijn zin gehad. We zijn elke dag naar 6 speeltuinen geweest, 8 keer gefietst, lekker buiten geweest. En die zijn nu helemaal gewoon lekker mellow. Ja, maar ik moet zeggen, toen we ze weer gingen ophalen bij opa en oma thuis. Toen zag ik ze weer, toen kreeg ik zo'n dikke knuffel van Jeppie. En toen voelde hij ook dat hij ons wel gemist had. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, dan was jij heel blij. Ja, echt zo, oh, echt leuk. Dan krijg je zo van die oprechte kinderarmen op je nek. Zo van, oh papa, mama, jullie zijn er. Ja, Moosje, zo zitten hups in zijn kinderstoel van papa, papa, papa. Heerlijk. Misschien staan we wel bekend als wispelturige mensen. er is in een vlog of 5 geleden wel eens iets gebeurd in de hal. Door Sassafras. Ik had super mooi behangt hier. Ja, behangt. Behangen. Ik had iets mooi behangen. Ja. En toen zei Siep al van, ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vond het toen wel even leuk, maar ik weet niet of ik dat echt wil. En ik sta broodjes te smeren en hij zegt, oh, kom eens kijken in de hal. Je hebt gewoon helemaal behang eraf getrokken. Gewoon in 1 keer, hoppatee. Ja, nou ja, ik even kijken hoe makkelijk dat ging. Nou, dat ging dus best wel makkelijk. Er hing al zo'n flapje los en dacht ik, ja, het ziet er al niet uit. En zoals ze, niet allemaal mijn schuld. Nee. We willen al iets anders, hè? Ja, we gaan dit mooi wit maken en dan willen we eigenlijk het liefst deze kasten. Mooi voor zo'n wandje, met misschien nog een kleurtje op de muur, maar misschien een strook of een baan. Dan deze er mooi bij en dan krijg je straks die houten vloer, waardoor het ook gewoon lekker licht oogt. En met dit behang was het best wel een beetje donker aan het worden. Dus het was een leuk tijdelijk herfstbehangetje. Maar het is nu weer tijd voor de zon in huis. Ja, echt leuk. Wordt wel mooi. Het wordt wel weer mooi. Ja, zeker. Wordt zeker mooi. En dit behang was ook niet per se mijn droombehang, maar was toen in de aanbieding en toen had ik gewoon zin om iets te doen in huis. Nou, toen werd dat het. Maar nu is het er dus ook alweer af. Ja, ik top. Ja. Ga je helpen, Moos? Ga mij helpen. Oh. Goed zo. Klussen met Moosie. Hij vindt het wel leuk. Maar goed dat we nergens anders behangen hebben, dat hij niet denkt van, nog meer. Nou ja, op zijn kamertje, maar die is wel heel leuk. Die moet eigenlijk wel even blijven. Oh, dat snapt hij niet. Hij denkt dat het geschilderd is op papa. Siep, laat er geen gras over groeien. Je bent echt gelijk in de bouwmarkt gegaan. Ja, we zijn nog geen uur verder, toch? Nee, en we verven tape. Dus, ja, gelijk maar even afplakken. Ja, laag je verf eroverheen. Weer, ja, het is super zuur weer inderdaad. Het is echt druppelig, regenachtig. En het is hier binnen één groot ontploft speelparadijs. Want Jeppie heeft alles uit de kast getrokken. Ben je lekker aan het spelen, jongen? Nee. Nee, er kan nog wel wat meer bij, hè? Ja, ik wil nog even een kleine update geven van het kantoortje. Want het is echt... Ik ben zo blij mee. Maar ze hebben echt onwijs hard gewerkt deze week. En inmiddels ziet het kantoor er zo uit. Nee, dat is hier heel vies. Je hebt geen schoentjes aan. Kijk eens. Je mag wel even om het hoekje kijken, Jeppie. Ja, dat is toch niet normaal? Het is zo'n verschil met hoe het was. Ik kan me niet voorstellen dat dit gewoon ooit alleen maar gebruikt werd als een soort kattenopslag en fietsenhok. Want hier stonden echt heel veel hokken voor de katten van de vorige bewoners. En inmiddels is het dus gewoon een super licht, fijne ruimte, super goed geïsoleerd. Alle oude isolatie is eruit, alle nieuwe isolatie erin, platen ervoor. Nou, en ze zijn nu al die gaten zeg maar aan het dichten. En alle naden en kieren die dan zeg maar... tussen de gipsplaten zitten. Zodat wij er zo meteen gewoon overheen kunnen schilderen. Want we gaan dit niet per se stukken. Dit is gewoon natuurlijk, blijft gewoon een kantoortje. Het is voor de rest goed geïsoleerd. Dus we gaan het zo meteen gewoon overschilderen. En dan mogen we daarna een vloertje leggen en inrichten. Ben je er nou toch, boef?
Oepsie, op zijn sokken. Er ligt hier heel veel zaagsel en heel veel troepjes. Maar ja, dat hoort erbij. Sorry. Ja, en dan heb ik ook vieze schoenen, hè? Ja, je hebt wel gelijk, inderdaad. Ja. En kijk, dit gebeurt er dus heel veel tijd in huis. We lopen dat vuil natuurlijk overal naartoe. Ook omdat er nog niet echt een vloer op de keukenvloer zit. Alleen maar een cementdekvloer. Nou, die cementvloer die lopen we ook al een klein beetje stuk. Maar dat is niet anders. Er komt straks nog een egalisatieding overheen. En daarna pas wordt de echte vloer gelegd. En wat heb je hier nou? Oh, je hebt een stuk beton. Ja, nou. Dus dit is een beetje status nu. Nog eventjes en dan is het helemaal klaar. Maar ik vind het echt zo mooi worden allemaal. Ik heb er echt zoveel zin in dat het straks helemaal klaar is. Jee, bijna, bijna. Dit was hem, hè, de lang verwachte vlog over de keuken. Ja, dit was eigenlijk gewoon... Maar ja, dit was deel 1. Want er is natuurlijk nog een deel waarin... Er komt ook nog van alles bij, inderdaad. Ja. Vloer, muren. Daar wil ik allemaal niet over nadenken nu. Voor nu ben ik gewoon heel blij. Ja. Ja, wij gaan Wie is de Mol kijken, België. Oh nee, dat is niet waar, dat is morgen. We gaan Lego Masters kijken. Dat gaan we ook doen. Deze vlog online zetten. Nerd. Ja, ik vind dat een heerlijk programma. Ja, ik hou er ook van. Ja, dus dat is onze nieuwe zaterdagavond jam. Nou ja, nieuw, het is finale. Oh ja, spannend. Dan is dat weer klaar. Super spannend. Oh, nou, verzin maar snel een nieuwe Lego Masters voor kids of zo. Lijkt me ook wel grappig. Diplo. Met papa's. Tot volgende week. Nieuwe vlog. Vergeet niet te abonneren. Dat zouden we super vet vinden. En dan zijn we de volgende week weer. Later. Doei. Doei. Mag ik behang in de gang? Witte bang.